zeg, alles is hier clear, zeg, laat de klantjes naar me komen. Zeg. Ik hoop dat die heel druk werd vandaag, zeg. Dat ze maar binnenkomen, zeg. Hier is ze. Hier is ze. Echt waar. Dat is een nieuw zaak, amai, wat volk op terras al. Zie maar. Dat is een nieuw zaak en dat heet het Flapke. En dat is een nieuw zaak op de markt en een heel vriendelijke bediening nog zijn. Rappe bediening, heel proper, het is strikt hier nog nieuw, echt waar. En ik kom speciaal van Antwerpen, dames en heren, met een blakkie, want die komt ook zo geren nog eens hier. Hé, hey, mijn klein mooie, kom eens hier, kom. Oh ja, het is een manneke. En echt waar, had hem nog maar zijn zwembroeks gezien, stond hem al om de deur. Zo heren komt hem nog eens hier. En dan kom ik speciaal van Antwerpen voor deze specialiteit van flapkunnen te proeven. Dat zijn die vers gebakken, zelf gemokte appelflappen. Vandaar de naam, flapke. En dan kom ik dat eens proberen. Zeg, dat schijnt, moet het super lekker zijn. Het water komt al in mijn mond. Maar hier is precies je personeel. Ik zal hem zelf moeten pakken met een appelflap, denk ik. Hallo? Ella? Garçon? Garçon? Een ogenblikje, madame. Ik kan ik niet vliegen, voor wat is het? Ah, wel, het is voor de vraag, meneer, of dat u soms nog een tafeltje voor één persoon hebt, hè, mijn hondje. Een tafeltje voor één persoon? Ja. Dat gaat niet goed gezien, madame. Die zit er tot hem naar uit te blinken, hè. Dat is toch een tafeltje voor één persoon, hè. Is dat, hè, madame, mee met de gaan zitten, hè. Zo, hè, voilà, hè. Kom, ga je maar rustig zitten, hè. Kom, ga maar schoon op die stoel zitten. Pak de bezie onderbaan, voilà, hè. Hopla. Zo, hè. Is, hè, voilà. Hier is het kortje, madame. Hier kun je wat kiezen, voilà. Moeten de bloemetjes nog water hebben vandaag, hè? Een heel vriendelijk manneken is dat. Allee, vrouw, zeg het eens, madame. Ik zal het eens even noteren. Ik zal het boek zo eens waarpakken. Voilà, hopla. Zeg het maar, voilà. Wat een plezant smoelijke, nee. Allee, zeg het eens, madame. Ik ga niet kiezen, meneer. Ik kom voor een tasje koffie. En wacht even, ik kan het even opschrijven, madame. Dit is een koffertje. Voilà, zé. En een appelflap. Een appelflapje, ja. Speciaal voor de appelflapjes? Ja. Het zit namelijk zo, madame, dat hier leeft dat u komt voor de appelflapjes. Maar het zit zo, de appelflapjes die zijn op vandaag. Die zijn op, je zult niet anders moeten nemen. We hebben met een keuze genoeg, hè. Zie eens, madame, zie eens wat een keuze. We hebben dan blanches, we hebben van alles, hè. Brazilien, we hebben koepaarbaai, we hebben pannenkoekjes, winkelteefjes, van alles, hè. Geef mij dan... Ja. Een warme chocomel. Is hier een koffer voor madame? Die is hier koffer die je schrappen, madame? Ja, die is schrappen. Is een warme chocomelk. Voilà, dat is goed. Hè. En een appelslap. Alsjeblieft. Madame, even zeggen, misschien dingen heb ik. Verstond me niet goed. Misschien Alleen klap ik niet zo goed, hè? Verstond me niet goed. Maar het zit namelijk zo, de appelflapjes. Respect wel goed. Wat zit hier? Nee, het zit zo, de appelflapjes zijn er niet. Die zijn op! Die soep! Oh, en de soep! Maar dat is ook goed, hè? Zat eens even, als je soep wilt, zal eens even gaan vragen om de sif. En dat... pak ik eerst een soep. Ja, ik zal even vragen om de sif of dat er soep is, oké? Okay? Een beetje zenuwachtig, een beetje overwerkt, hè? Leo! Is er vandaag nog tomatensoep? Het soms, madame, er is vandaag nog tomatensoep. Ah, ja. En is dat met balkens? Is dat met balkens? Ja, als je geluk hebt, madame, zitten er balkens in, hè. En hoeveel zitten erin? Want luister. Ja, maar wacht, hoeveel balkens wilde, dat weet ik ook niet, madame. Als je chance zit, zitten er twee in. En als je meer chance zit, zijn er drie, of vier, of vijf, of zes, of zeven. Denk er vanaf, hè, madame? Met die van A zijn er negen. Weet wat dat je doet, manneke? Luister, breng de tomatensoep een klaar kommetje, want een grote krijg ik niet op. En doe de balkjes apart, want dat is voor mij een blakkie. Gaat dit hem geren, hè, schat? Dammeke, maak nou eens even zeggen, luister nou eens even. Dat ding gaat toch niet dat ik een grote doos tomatensoep met balkjes kan opendoen voor één persoon, voor een klein beetje tomatensoep met balkjes, hè, madame? Een voortocht. Hier, pak die tanden, kom. Geen tomatensoep voor madame, pak die aan. Maar er is keus genoeg. Wat denk je van windeltijfjes? Windeltijfjes. Wat denk je van windeltijfjes? Hij spiekt, jongen, maar hij zal u zullen.
Dat ik van wintelteef. Nee, ik moet geen teefjes hebben. Geef maar dan geen tomatensoep dan. Ja, zeg het dan. Maar dan een kabe sokkenmelk. Is geen warme sokkenmelk voor madame, maar een kabe. Een kabe sokkenmelk. Dat komt in orde, verlaten. En een appelflap. Daar kom ik voor. Maar dat we klasseriseer. Ik ga het nog één keer zeggen, hè. Rustig en kalm. Er zijn geen appelflapjes. Er zijn geen appelflapjes. De appelflapjes zijn op. Op. Zeg dat dan, hè, dat soep zijn. Wat moet het dan hebben? Kijk, dat niet anders. Maar ik heb niet de hele dag staat, hè. Hoe zit het hier? Kom. Wat moet het dan hebben? Zeg het. Je moet dat niet nerveus maken, manneke. En wat zeg ik? Ik heb nog waar, hè, madame? Ja, dat is waar. Kijk. Ah, oh, yes, daar heb ik nou ook goesting in. Brengt je mij een goed flesje, ja. Witte van blanc, ja. De chardonnay. De chardonnay. Hoe zeg je dat? De chardonnay. Oh nee, de chardonnay. Dat scheelt, hè, de chardonnay. Voilà. Ella. Ja? Niet jij, durft niet, hè. Durft niet, ik zie het van de smalke, hè. Ik zie het van de smalke, je gaat het zeggen, hè. Durft. Durft niet, hè. En een portie kaas. Alsjeblieft, dat ik. Die jongen is op van de zenuwen, hè. Kom, Blakkie, we gaan ergens anders. We gaan bij Kurtje in de café Olé.